Goedemorgen. Ik ga het hebben dus over het belang van de voedervorm op de groeiprestaties. En daar is eigenlijk al heel wat over gekend. We weten allemaal dat meel gaat leiden tot meer vermorsing van het voeder, maar dat dat ook gaat zorgen voor minder maagzweren bij de varkens, dus uw varkens gaan gezonder blijven. Van pellet is gekend dat die zorgen voor een betere groei, maar dat die wel komen met meer kost. Nu zijn er wel nog enkele vragen die open blijven. Op het ILVO hebben wij ons eigen maalderij en daar maken wij pellets die redelijk dik zijn en die nogal wat verschillen van de commercieel beschikbare pellets. En nu vroegen we ons af, is er daar een verschil tussen die dikkere pellets en die dunne commerciële pellets? Dan kregen we ook meer en meer de vraag van, kunnen jullie eens een economische doorrekening van maken? Wat is nu economisch het efficiëntst? Voederen met meel of voederen met pellet? En dan verder hebben we ook eens gekeken naar het effect op nutriëntenverbruik. Dus welke voedervorm is er op ecologisch vlak het efficiëntst? We hebben dus twee proeven opgezet. De eerste proef was een biggenproef, waar we die dikke pellets met de dunne pellets en meel hebben vergeleken. Dat was een biggenproef uitgevoerd in de ILVO biggenbatterij. En daar hebben we 30 hokjes van 3 barren en 3 gelten per hok opgevolgd. Dat was een proef van 3 weken tussen 8 kilogram en 23 kilogram. En onze dieren kregen ad libitum voeder. Dus hier geef ik de voedersamenstelling. Het was vooral een voeder gebaseerd op 3 hoofdingrediënten, maïs, gerst en tarwe. En het ruw eiwit zat ongeveer op 185 gram per kilogram. De tweede proef die we dan hebben uitgevoerd was een vleesvarkensproef, waar we pellets hebben vergeleken met meel. Het was een proef gekaderd in het optimaal slachtgewicht project en die werd uitgevoerd op de varkenscampus. We hebben weer, zoals alle proeven in het kader van het optimaal slachtgewicht, 4 geslachten met elkaar vergeleken, beren, barren, immunocastraten en gelten. En die werden in groep gehuisvest met 4 per hok. We hebben dus in die vleesvarkensproef ook de dieren ad libitum gevoederd met praktijkvoeder. Dus wat we hebben gedaan is ons meel commercieel aangekocht en datzelfde basismeel hebben we dan op het ILVO tot pellets geperst. Dus het basismeel voor meel en pellet was hetzelfde. We hebben weer 3 fasen gevoederd en ons barren hebben weer een aangepast voeder gekregen ten opzichte van ons berengelten en immunocastraten in de 3e fase. Die zaten vooral weer lager in ruw eiwit en in darmverteerbare lysine. Zoals dat je ziet hebben we ook 3% melasse toegevoegd aan het basismeel, zodanig dat het pelleteren mogelijk was. Als we dan gaan kijken naar het dagelijks voederverbruik van onze biggenproef, zagen we dat er geen verschil was in voederverbruik tussen meel, dikke pellets en dunne pellets. In onze vleesvarkensproef zagen we wel een significant verschil tussen meel en pellets. Dus de dieren gevoederd met pellets aten dagelijks 85 gram minder voeder dan de dieren gevoederd met meel. En ik zeg wel aten, maar het gaat eigenlijk over het voederverbruik. We weten dus niet, is er meer meel opgegeten of is er meer meel vermorst? Dat onderscheid kunnen we niet maken. Er is alleszins minder voeder verbruikt. Dan hebben we gekeken naar de dagelijkse groei van onze biggen en daar zagen we een significant verschil tussen de dieren gevoederd op meel, de dieren gevoederd op pellet. Dus op meel groeiden trager dan deze op pellet, maar we zagen geen verschil tussen de dikke pellets en de dunne pellets. Die groeiden hetzelfde. En bij de vleesvarkensproef zagen we exact hetzelfde weerkomen. De dieren gevoederd met pellets groeiden beter dan de dieren gevoederd met meel.
En onze hypothese is dat dat komt doordat het pelleteren extra energie vrijgeeft, waardoor ons dieren gevoederd op pellet iets hogere energieinname hadden. Het zal u dan niet verbazen als we kijken naar de voederconversie, dat de dieren gevoederd op meel een hogere voederconversie hebben dan de dieren gevoederd op pellet. En wederom geen verschil tussen die dikkere pellets en die dunne pellets in onze biggenproef. In de vleesvarkensproef een betere voederconversie voor de dieren op pellet, een slechtere voederconversie voor de dieren gevoederd op meel. Nu waren we ook wel geïnteresseerd naar de karkasparameters, want ons dieren gevoederd op pellet groeien een beetje sneller. Zien we dan hier een verschil? Wel, in karkasrendement zie je dat de dieren gevoederd op pellet een iets hoger karkasrendement hadden en dat hun vleespercentage iets lager lag en hun spekdikte iets hoger. Dus dat valt te verklaren omdat de dieren iets sneller gegroeid zijn en dan meestal een beetje meer vet aanzetten. Nu, die verschillen in karkasparameters heften elkaar wel op als je kijkt naar de MBI. Dus de dieren gevoederd op meel of dieren gevoederd op pellet hebben dezelfde algemene karkaskwaliteit. Dus de uitbetaling per kilogram karkas zal ook hetzelfde zijn tussen dieren op meel als dieren op pellet. En daarom hebben we ook eens de economische doorrekening gemaakt. Hier zie je de omzet, dus hoeveel de varkenshouder zou krijgen voor zijn varken in het slachthuis. Geen verschil tussen dieren op meel of dieren op pellet. En dan wat hier heel interessant is, is de voederkost. Hier zien we ook geen verschil op dieren op meel of dieren op pellet. En dat komt natuurlijk doordat de meerkost van het pelleteren het verschil in voederconversie volledig opheft. Dus we hebben gerekend met een meerkost van pelleteren van 10 cent per kilogram voeder. Als dat verlaagd zou kunnen worden, dan zou het voordelig zijn voor de dieren op pellet en zou dat verschil in voederconversie ook een verschil in voederkost betekenen, terwijl dat nu met de gegeven prijs niet het geval is. En het zal u dan ook niet verbazen dat het bruto saldo gelijk is tussen dieren op meel op pellet. Dat bruto saldo is puur de omzet met de voederkost. Er zijn nog geen vaste kosten of kostprijs van biggen afgetrokken. Nu zijn we ook eens gaan kijken naar het effect op nutriëntenverbruik. En we hebben eens berekend wat het voederverbruik per kilogram karkasgroei was. Sam heeft dat daar straks uitgelegd. Dus de groei in karkas tussen uw geslacht varken en uw big bij opzet. En dan zien we toch een verschil van 200 gram per kilogram karkasgroei in voederverbruik. Dat wil dus zeggen dat er 200 gram voeder gewoon verloren gaat om dezelfde kilogram karkasgroei te verwezenlijken. En op ecologisch gebied heeft dat natuurlijk wel een effect. Want dat wil dus zeggen als je dieren met pellet voedert, dat je 33 gram minder eiwit per kilogram karkasgroei gewoon je mestput in laat stromen. We hebben dan ook eens gekeken naar de ingrediëntensamenstelling en berekend op hoeveel soja dat dan komt. En als je dus je dieren voedert met pellet, ga je 13 gram minder soja per kilogram karkasgroei verspillen. Dat komt dus ook neer op 5 gram minder stikstof uitstoot per kilogram karkasgroei. Je moet maar rekenen wat dat geeft op een volledig jaar al je vleesvarkens, hoeveel stikstof er verloren gaat. En 2 gram minder lysine per kilogram karkasgroei dat je eigenlijk nodig hebt. Dus kunnen we concluderen dat dieren gevoederd met pellet een lager verbruik hebben bij je vleesvarkens. We zien een hogere groei bij je biggen en bij je vleesvarkens. Dat leidt tot een betere voederconversie, zowel bij de biggen en vleesvarkens. Maar jammer genoeg geeft dan geen verschil op economisch vlak. Je hebt geen verschil in bruto saldo. Maar wat er wel belangrijk is, er is wel een groot verschil in nutriëntenverbruik. En
we moeten toch ook een beetje wakker liggen van de ecologische duurzaamheid. En daar komen het voeder met pellet toch wel beter uit. Dank u wel. Als er nog vragen zijn, mogen jullie die gerust stellen.